Ik ben Erwin Wittevein, ik ben econoom, journalist, schrijver, spreker. En nou, samen met mijn partner in crime Martijn Aslander, schrijf ik boeken, waaronder Easy Cut See, en heel recent Nooit Af. Nooit Af betekent dat we moeten stoppen met ons laten foppen. Uh, zo zijn we gewend te leven, te werken, te organiseren. We hebben de illusie dat we een plan maken wat voor eeuwig staat. En daarna, 10, 20 jaar, kwamen we erachter dat het niet zo was, zowel privé als zakelijk. Uh, tegenwoordig gaat het zo snel dat al na een paar jaar uh, is de werkelijkheid alweer achterhaald. Dus we moeten gewoon echt op een hele andere manier, veel korter organiseren. Een heleboel mensen hebben dat nog totaal niet door. Het was het wel doen, maar dat gaat zo spelen uit dat ze het niet doorhebben. Anderen hebben het wel uh, door en die, uh, ja, die, ja, die kunnen dat niet plaatsen. Want, want een heleboel nieuwe regels in, in, in die netwerksamenleving staan compleet haaks op wat we gewend zijn in, uh, ja, in onze hiërarchische modellen, onze instituten. Um, ja, voor die mensen, dus de, laten we zeggen, de ene helft van de mensen die maken we wakker, en de andere helft van de mensen die geven we taal en woorden. En sowieso geven we iedereen uh, hoop. Want de hele wereld zit compleet in crisis, de oude instanties die kunnen het echt niet meer oplossen. Maar de nieuwe mogelijkheden die zijn er zijn, het ligt voor het oprapen, en die kunnen het wel degelijk oplossen. Ik kan wel zeggen waarom je het boek zou moeten kopen, maar veel beter is om te luisteren naar uh, wat, wat de lezers erover schrijven. Er zijn tientallen recensies en daarin kun je zien wat het boek betekent voor mensen, wat het met hen doet, hoe blij ze ervan worden, uh, sommige compleet blown en andere weer helemaal flabbergasted. Ja, leuke aanbeveling uh, kun je niet hebben natuurlijk.